Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling heeft gisteren een managementteam, een secretariaat en 3 commissies geïnstalleerd. Dit voor de uitvoering van het stappenplan ter realisering van de wettelijke erkenning van de grondenrechten der inheemsen en tribale volken in Suriname. Het gaat om de commissies wetsvoorstellen, demarcatie en bewustwording. De installatie vond plaats in het perscentrum van het kabinet van de president. Minister Dikan zegt dat hiermee de eerste stap is gezet om het stappenplan daadwerkelijk uit te voeren. Volgens de bewindsman moeten de commissies rond het laatste kwartaal van het volgend jaar een conceptwet grondenrechten gereed hebben. Natuurlijk, als regering gaan we er naar kijken en dan aanbieden aan de DNA om daar verder te bediscussiëren en natuurlijk ook aannemen. Welke zaken zullen onder meer gaan staan in de conceptwet? Nou, dat gaat moeilijk vooruitlopen. Dat moet in elk geval, wat het wetsproduct betreft, heeft de commissie wetgeving die zware taak om dat voor ons voor te bereiden. We hebben verder een commissie demarcatie, die dus de gebieden, woon- en leefgebieden van de inheemse en tribale in ons land in kaart moet brengen. En ten derde hebben we wat we noemen een bewustwording commissie. Die commissie moet eigenlijk het werk van de andere commissies communiceren. Niet alleen naar de totale Surinaamse samenleving, maar ook met de gemeenschappen. En verder wordt dit alles natuurlijk gedaan onder het bezielend oog van het managementteam dat ondersteund wordt door een secretariaat. Dikan zegt dat de commissie het voorwerk dat door de belanghebbenden is verricht zal meenemen. De bewindsman geeft echter toe dat er een achterstand is in bijvoorbeeld het benoemen van de commissie. Dat druist in tegen de agenda en lijkt dan op een loze belofte. Dikan vindt het belangrijk dat dit stappenplan door een ieder wordt gedragen. Gretel Blokland, lid van de commissie Bewustwording, geeft aan wat de taken van deze commissie zijn. De commissie ermee belast om in feite alle werkzaamheden die rollen vanuit de verschillende commissies aan de samenleving kenbaar te maken. Om die verschillende samenlevingen, de tribale volken, vooral de inheemse volken waar het over gaat, die bewustwording bij hun te creëren over wat er gaande is, zodat de mensen op de hoogte blijven. Want transparantie is heel erg belangrijk ook voor deze regering. Het gaat meer om het maken van die kaarten, dus van die verschillende dorpen. Hun woongebieden, hun gebieden waar ze gebruiken en waar ze hun dingen doen, waar die mensen hun activiteiten ontplooien, om het zo te zeggen. En dat moet dus in samenspraak gebeuren met de mensen die daar wonen zelf? Of gaan jullie dat gewoon zonder de mensen erbij te betrekken doen? Nee, we moeten het samen gaan doen, want je moet naar die mensen gaan en dan gaan ze, want ze moeten aangeven waar ze vissen, waar ze jagen, waar ze hun kostgronden hebben en waar ze in welke gebieden zij hun medicinale planten en allerlei dingen die ze in het bos doen. Dus dat moeten ze aangeven en aan de hand daarvan, dan gaan we naar die gebieden. We moeten dan die coördinaten gaan nemen om die kaart te maken. Dus je moet naar die gebieden gaan om dus een kaart te maken. Carlo Lewis, kapitein van Apura en lid van de commissie Demarcatie, en ook nog Gretel Blokland, lid van de commissie Bewustwording. Lewis zegt dat de job zwaar is, maar heeft goede hoop dat het doel gehaald zal worden, vooral omdat sommige dorpen reeds een kaart hebben gemaakt.